Bekwing Games. Hallo kijkers. Welkom bij de tweede aflevering van Survival Avonturen met Lois en Quinn. Wij gaan gelijk beginnen met... Die gekke robotswerk. Okay, wat gaan we doen in de talkshow? Tegen Tommy Shop dingen. Wij gaan gelijk even een farmpje bouwen. Maar kom jij even weer naar boven met 3 iron? Voor een schep. En een oven. Oh, mijn gast, ik zit net in de mineshaft. Ik heb een mineshaft gevonden. En dat zeg je niet even. Jawel, dat schreeuwde ik net tering hard. Maar toen was de opname net gestopt. Oh, echt? Net 1 blokje die ik hakte. Terwijl dat de opname niet bezig was. Mineshaft. Oh, heb ik niet eens gehoord. Oeps. Oeps, ja, jij was weer zeker te druk bezig. Ja, met andere dingen. Ja. Tja. Je moest zeker je administratie bijhouden van je YouTube money. Nee, jongen, doe het normaal. Oh, wat jij had gemaakt, hè? Dat komt nu in beeld. Oh, moet ik het eerst nog sturen naar je? Ja, dat maakt niet uit. Nou, dat had hij dus gemaakt en ik dacht echt van, wat? Waar ben je mee bezig? Zal ik even censurerende teksten weghalen trouwens? Ja, dat is goed. Beter doe je dan gewoon even normale tekst. Ja. Het was iets een beetje te raar. Hey, ik zie jou. Echt. Waar? Oh, kijk hem eens aanrennen. Ik heb geen Optifine. Kijk hem eens gaan. Kijk hem slaan dan. Oh, dat doet hij goed. Oh, ziet hem gaan. 16 op scope cheat. Bom, 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 cheat. Kijk hem gaan. Next. Oh. Oké. Okay. Oh. Weet je wat we gaan doen in deze aflevering? Nou, vertel. Helemaal niks. Ah, waarom niet? Misschien kunnen we wel eventjes challenges gaan doen. En wat bedoel je daar dan precies mee? Wat voor challenges? Hoe bedoel je? Laten we beginnen met de cinnamon challenge. Wat moet ik doen? Nee, niks. Laat maar. Fuck cinnamon challenge. Nou, wat wil jij voor een challenge gaan doen? Oké, zullen we... Oké, nee, jij gaat er eentje voor mij bedenken en die moet jij zelf ook doen. Oké. Doe een salto. Ja, nee, maar... Hun kunnen dat toch niet zien? Oh, wacht. Nee, dat is ook een makkelijke vraag. Want jij hebt 1 dikke trampel in je tuin en dan moet ik een salto van mijn dak doen, zeker. Ja, en ik kan ook nog achteruit salto op de tramp. Maar even serieus, cool. Wat zeg je? Even serieus. Maak even een oven trouwens, want dan kan ik mijn vlees bakken. Ik was net bezig. Maar wat zou jij voor raar doen tegen mij die je zelf ook moet doen? Die moet je dus zelf ook doen, hè? Weet ik veel. Ja, kies gewoon wat, boeien. Ja. Een challenge. Ja, welke? Mijn maar even 10 diamonds voor me. Nee. Oh, shit. Oh mijn hemel, wie heeft die er neergekakt? Welke? Ja, weet ik veel. Kom op, zeg gewoon even. Ja, ik vond het net zo'n goed idee. Ik heb hamburgers. Oh, is dit allemaal van tevoren ingesproken of bedacht? Oh. Louis, zeg gewoon even een vraag, kom op. Hoeveel vingers steek ik op? Jongen, jij bent echt een noob. Ja, weet ik veel. Wat doe jij een vraag, weet je? Nou, bijvoorbeeld of ik moet zingen of zo. Nou, zingen Ricky Katy Perry, Dark Horse. Oh, nee, wacht. Dat is copyright, denk ik. Nee, niet als ik het zing. Ga freestylen. Wat is dat? Oh, mijn hemel. Onder welke steen heb je eigenlijk? Doe jij het maar voor dan. Is goed. Doe die beatbox. Ja, wacht, ik moet lachen. Oké, ik heb niet eens een beat nodig. Nou, begin eens lekker. Ik Skype met Quinn en hij heeft een vriendin en ik rap dit voor hem. En ik en mijn freestyle staat op de rem. Freestyle je dood. Weet je hoe fout dit is? Oh mijn god, iemand is hier aan het hyperventileren. Hey Koekwous, misschien moet jij nu even freestylen.
Hey, de Donald Duck race ik zo wel als ik zin heb. Hoef je niet voor te racen, een beetje gesnapen. Kom met grapjes. Kom. Nee, ik heb geen tofface. Kom met praten. Ik moet lachen. Ja, hey, wanneer komt jouw freestyle? Als jij stond met praten. Anders win ik hoor, deze freestyle battle. Nee, ik ben eerst. Oké, komt ie. Oké, even niet meer lachen. Oké. Oké, wacht heel even. Oké, ik doe die beatbox al. Nee, wacht. Ik ben Quinn en ik ben dik. Ik heb een dik piemel en die staat zo niet. Want ik ben Quinn en ik kan niet rijmen. Dus ga nu verder met Minecraft Survival. Quinn heeft een kleine dikke piemel volgens mij. Hoe weet jij dat nou? Nou, ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Dat is een goede challenge. Nee, hoe weet ik dat? Nou, niet. Het is gewoon vermoedens. Nou, jij weet het ook niet, want ik weet het ook niet, want ik kijk er niet naar. Oh jawel, shit. Fout onderwerp. Oké. Nu mag ik een challenge bedenken. Ik ga zingen en jij gaat zingen. Is goed. Jij mag zelf bepalen welk liedje. Oh, mag ik dat zelf? Oké, wacht heel even hoor. Zoek ik heel even een liedje op internet. Oh ja, oké. Komt ie, hè? Ik ben eerst. Stay with me, 'cause you're all of me. Ik weet de tekst verder niet meer. Dus Lewis is aan de beurt, want hij kan veel beter zingen. Nou, dat was het. Meen je dit nou? Ja, dat was het. Zeker weten? Nee, ik wil nog een keer. Even niet zo schreeuwen alsjeblieft, want dit is vervelend. All of me, love all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfection, cause I got enough. Wat is dit voor een gekrijs? Nou, jij bent nu aan de beurt, dus kan maar even. Oké. Nou, vertel het eens, Jochie. Smakelijk eten. Nee, smakelijk. Je moet wel een echt liedje. Dat is geen echt liedje. Oké, wacht. Een echt liedje. Laat me even denken wat voor een liedje. En help me met deze mini baby zombie. Ga je dood? Denk het. Oh nee, ja. Wacht. Ah, dat maakt niet uit. Jongen, dikke hacks, force field dingen. Oké, even denken. Dark Horse van die ene, wat jij net zei. Nee, het moet even een leuk liedje zijn, maar er moet ook songtekst bij zijn. Zoek even op internet. Ja, maar van welk liedje is de vraag? Nou, gewoon even denken. Stay with me? Nee. Stay high? Jongen, jij moet zingen Gay with me. Ik ben ook gay, ik weet het al. Oké, skip. Ik hang de... Ja. Nee, wat grapje, jongen. Ik heb vriendin. Volkslied... Zonder tekst? Nee, Wilhelmus. Ga je serieus het volkslied zingen? Ja, hoeveel coupletten? 36? Nee, doe maar gewoon. Begin maar. Weet je hoeveel coupletten dat heeft? 15. Nou, begin maar eens. Ja, maar nee. Oké, ik kom laat... Ja, wat voor een liedje? Oké, zeg jij maar een liedje. Oké, Dark Horse, Katy Perry. Nee, Stay High. Stay High. Stay High. Oh, volgens mij wordt geroepen. Wat zei je? Werd ik geroepen? Nee, dat weet je niet. Anders hoorde je dat wel. Ja, het leek zo. Wacht, ik doe even mijn headset half op. Ja, wacht. Zal ik een liedje zingen? Ja, prima. Staying in my paper, then where the fun ain't no got no end. Staying in my paper, then where the fun ain't got no end. Je zingt het een beetje verkeerd. Nee, joh. Nee, je moet verder. Ik zing maar ook verder. Oké, wacht. Ik doe wel even gekke 101 bars teksten. Oké, we gaan een random tekst zoeken. Oké. Songteksten.nl. Dit had ik voor moeten bereiden. Oké, sorry.
moest het weer doen. Sinds ik de toekomst van heb, ga ik niet weg. Ik blijf. Er wordt geroepen, dus ik moet even komen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja. Ze hoorde je zingen en ze dacht, dood die op. Ja, ik kom zo terug, ja. Ja, zet je hem op pauze of moet ik een liedje zoeken? Ik zet hem op pauze. Oké, ik ben er. Sorry, ik werd geroepen, er was iets aan de hand. Sorry. Het is even iets aan de hand. Hé, ik hoor je niet zo goed. Net hoorde ik je beter. En nu? Goed? Nu hoor ik je goed. Oh, sorry, maar er is even wat aan de hand. Maar maakt niet uit. Niet belangrijk. Oké, ik heb een liedje. Nou, kom maar op. Zeker weten. Oké, dit liedje heet K3 Hippie Shake. Oké, let's go! Yeah! Je bent jong, je bent wild, en je voeten staan niet stil. Je bent hip, je bent cool, dus kom maar uit je ruwe stoel. En doe de hippie shake. Doe de hippie shake, doe het links, doe het rechts en shake je brei. Doe de hippie shake, doe de hippie shake. Shake, shake, shake met mij. Maar van maandag tot vrijdag, de tijd kruipt het traag voorbij. Maar zaterdagavond, dan gaan we lekker hippie shake. Oké, klaar. Geweldig! Hey, we hebben trouwens 3 iron nodig. Oh, hier heb ik iron. Ik heb er 3 nodig. Oh ja, op dit liedje staat trouwens copyright, dus als je het wilt gebruiken, moet je me even e-mailen. Wat? Maar mijn e-mail is privé. Oh my god. Oké, wat gaan we nog doen? Nou, ik ga heel even een farmpje bouwen. Ik ga dan heel eventjes eten zoeken. Oké, en dan doe jij hier. Zo. 1, 2, 3. Weet je hoe leuk de dag ik had? Gemaakt. Ik had een hele leuke dag. En waarom was die zo leuk? Nou, ik was bij mijn vriendin en het was heel gezellig. Oké. Interessant. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk hoor. Ja, nou, dat kan. Zullen we ons eigen leven beschrijven vandaag? Ja, is goed. Zullen we nog een challenge doen? Ja, nog één. Oké, in de tussentijd heb ik er nog geen eentje verzonnen. Nou, vertel. Misschien is het wel even leuk. Als wij eventjes... ik weet niet... Oh my god. Verzin jij nog eens een challenge? Nou, wacht even. Jij had er net één verzonnen, zeg je? Ja, nee. Ik zei dat ik er nog geen in had verzonnen. Oh, nou, we doen. Oh ja, binnenkort komt er ook een webcam van mij trouwens. Heel even snel tussendoor. Misschien ook van mij, maar dat weet ik niet zeker. Ja, want mijne moet nog komen. Dus... Aangezien ik nogal half vaak half naakt achter mijn computer zit. Ja, ik ook. Ik zit neer in mijn blote bast. Ik niet, want het is hier fucked up koud, maar het stinkt hier naar energy. Ik heb een hele tray binnengehaald. Waarom dan? Ze waren in de aanbieding. Eerst heb je geen geld. Oké, vraag je wel geld. Vraag jij jou, hè? Nou. Heb je weet wel kruid wat, hè? Ja, schep snoep. Heb je dat ooit wel eens gestolen? Dus nee. Gewoon een snoepje of zo? Oh, gewoon eentje snel pakken, ja, zo vaak. Ja, dat heb ik ook gedaan. Jongen, we zijn echt koud! Jongen, dat doet zelfs mijn broertje. Oké, maar... in de ochtend, hè? Nee, ik ging vandaag naar de kruidvat. Ik ging daar zo snoep pakken. No reclame, trouwens. Nee, fuck kruidvat. Ja, inderdaad. Ik ging daar gewoon snoep halen. Ik doe die klep open. Weet je wat mijn vrouw tegen me zegt? Niet je hand in de bak doen. Oh, dat doe ik altijd. Eerst poepen, dan mijn handen niet afwassen en dan gewoon in die bak. Waar ga je het poepen dan? Op de straat? Gewoon in de krant ergens. Oh ja, dat is raar. En als ze me dan de winkel uitsturen, dan typ ik het tegen het raam. Nee, dat doe ik niet hoor. Dat is raar. Hey joh, even een slokje drinken. Even een slokje drinken. Wat voor drink heb jij? Skip. Hoor niet. Ja, ik hoorde... Sorry. Ik hoorde dat ook. Maar ik heb grenadine.
Wat is dat nou weer? Ken je Roos Vizé of Amak Limonade of hoe je het ook noemt? Amak Limonade is vies, Roos Vizé is lekker. Ja, ik heb Roos Vizé. Roos Vizé is lekker. Dat nam ik altijd mee naar de basisschool. Gewoon niet zo'n huis- en noebesbeker. Gewoon tot aan groep 8. Want ja, in de eerste neem je brood mee in een zakje. Alleen dan wordt het telkens geplet door die mega zware tas. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon in een plastic bakje doen. Met brood. Dat is ook chill. Dan wordt het niet geplet en ik hou van eten dus. Oké, nu ben ik weer aan het durpen dus. Het is wel te zien aan je vlogs, ja, dat je van eten houdt. Ja, eten is zo lekker hè. Nee, eten is vies. Nou goed. Ik lees heel veel. Ik lees bijna alles. Stront. Hou je mond, jongen. Jij pest mij. Two girls, one cup. Ik ga armen maken. One girl, one queen. Hé, hey, ik heb armen gemaakt, hè? Nee. Ja. Nee. Ik ga nu armen maken. Nee, doe niet hoor. Waarom? Nou. Jongen, dat heb ik allemaal gemind. Ja, dus. Oké, okay, dan maak ik geen arm. Wat zou ik doen? En dan zien ze mij 100.000 keer doodgaan en dan zegt ze, Louis is echt slecht. Hij kan er echt niks van. Je moet met mij opnemen. Ik kan het veel beter. Ja, maar dat idee was echt goed van jou. Die in de vorige aflevering. Oh ja, want dat is het. Dat is waarom je met mij opneemt, toch? Ja, om de ideeën. Oh ja. Nee, trouwens, hij is mijn designer. Dus je weet wel, die banner, hè? Die heeft hij gemaakt. Ja, die gekke banner. Je weet wel. xgamerdesign.com. Ja. Dat was even waar. Zie kan jezelf wel. Promotie. Als je het niet wil, bliep je het er maar lekker uit. Ja, maar het maakt niet uit. Dat duurt te lang. Nee, grapje. Dat duurt helemaal niet lang. Dat YouTubers. Nee, weet je hoe kort dat duurt? Ik snap niet hoe dat werkt. Ik hoef het ook helemaal niet te snappen. Nou, met een sound effect voor hem misschien. Gewoon bliep. Of ik spreek zelf in bliep! Ik neem gewoon een scheet op. Oh, ik heb zo'n grappig sound effect, hè? Oh, Lewis, jij bent zo hot. Nee, zo bedoel ik het niet. Oké, kijk, hè. Lewis. Nee, Lewis, grapje. Kijk, hè. Dit ben jij, Lewis. Het komt nu, dat geluid. Dus even stil zijn. Oké, dat was het geluid. Jij hebt dat geluid nu niet gehoord natuurlijk, maar dat doe ik er pas later in. Maar weet je hoe grappig dat geluid is? Wat geluid is dat? Doe het na, ongeveer. Oelala, jij bent zo hot. Sorry. Heb ik dat ooit een keer gezegd? Nee, ik heb dat... En toen mute die zichzelf. How to be smart ass. Ik bedoel, dat heb ik als sound effect. Sorry, dan gaat hij naar een microfoon. Jij weet wel. Dan heb je zo'n stukje waar je kan mute en zo. Nee, ja, dat gaat dan langs mijn bureau en dan. Oh. Hey, jongen! Doe normaal! Hey, doe niet zo coochie, vriend. Beter ga je mijn scare niet afpakken. Beter doe je dat never nooit meer. Mama, hoeveel XP heb jij dan? 17. Ik heb 3. Hij was samen 20. Oh. Auw, jongen, je doet maar 3 hits. Na. Dat gaan we deze aflevering nog doen, want we hebben geen ene shit gedaan boven die strontfarm. We zijn al 18 minuten bezig en we hebben nog geen shit gedaan, dus we gaan... Hoeveel minuten? 18. 18? Ja. Nou, beter. Beter is, wordt de titel van deze video dan helemaal niks doen en liedjes zingen. Nee. Oké, nog één challenge, Oké. Okay. Die verzin jij weer. Ik moest net ook al iets verzinnen. Oké. Wat is het? Wat is de grootste faal in je leven? Dus bijvoorbeeld op school ging je broek ineens uit of zo. Ik zeg maar wat, hoor. Begin ik? Ja, jij begint. Een Skype call join met jou erin. Wat zei je? Een Skype call joinen met jou erin. Nee, even serieus nu. Nou, naaktfoto's op internet zetten. Heb je dat gedaan? Nee, tuurlijk niet. Ik ben toch geen mogol.
Ja, sommige mensen doen dat. Dat kan gewoon. Ja, nou, dat... Oh, dus jij vindt het normaal als mensen dat doen? Nee, maar... Kijk, er staat ook zoveel dingen op internet. Ga maar niet verder ja, maar in dat, detail. Ja, dat is door volwassenen. Ja, oké. Okay. Ik ken iemand die dat heeft een keer heeft gedaan. Een naaktfoto naar iemand gestuurd en die heeft dat helemaal verspreid. Kennen genoeg. Mag hangen. Maar het domste wat ik ooit heb gedaan is... Nee, een faal. Dus dat er iets gebeurde wat je eigenlijk niet wou. Wat ik niet wou of waar ik weinig aan kon veranderen? Waar ik weinig... Dat kan ook. Dat waren trouwens mijn vingers. Sorry. Dat ik... Wat? Van een flat of sprong? Ja. Nee, maar even serieus. Nee, dat ik op een website ging kijken naar hoe mensen werden vermoord. Echt? Nee, dat ik Paranormal Activity 3 keek. Wat is dat dan? Horrorfilm. Daar ik nog steeds slecht om slaap. Echt? Is die zo eng? Ja, er wordt iemand uit de bed getrokken. Oh ja. En dan gaan ze die geest zoeken. Ah, ik word getrild. Ik schrok. Ah, nou, wat is jouw grootste verhaal? Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie, hè? Ja, ik heb er wel twee, maar die ga ik niet vertellen. Dat iemand je broek naar beneden trok. Met onderbroek erbij, zeker? Nee, dat broek niet. Met onderbroek wel, maar zonder niet. Nee, zonder. Dan moet je gewoon de haremshake gaan doen. Haremshake. Maar nee, ik denk... Ik heb er wel een paar. Maar die zijn privé. Ja, een beetje. Oh, en alles voor je fans. Ja, maar dat is wel iets tussen mij en mijn vriendin, dus dat is wel een beetje raar, hè? Oh, raad dan maar. Het is niks vies of zo. Oh, ja, maar dan kunnen de Uber Quint Games fan accounts op Twitter weer wat tweeten. Wat? Ja, weet ik veel. Van wist je al dat Quint zijn grootste blunder is, dit en dit? Ah, shit, ik word getrild. Maar ik denk dat mijn grootste verhaal sowieso één keer ben ik van een bed afgevallen. Ik was aan het slapen, toen ging ik slaapballen, stond ik op mijn bed, was ik aan het springen, viel ik eraf, toen was ik gevallen. Op stapelbed? Nee, jij bent gek. Ja, het grootste verhaal is dat ik altijd nog steeds in mijn slaap praat. Oh, dat doe ik ook! Echt? Nee. Oh, nou, ik wel. En ik zeg ook gewoon rare dingen. Ja. Oeh, jij bent lekker. Eerst een keer zei iemand, ik weet even niet meer wie, die zei toen... Opstaan! Schieten! Schieten! Liggen! Liggen! Opstaan! Opstaan! Schieten! Schieten! Ja! Ja! Schieten! Liggen! 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 Laat me raden, die nacht ervoor had hij iemand Call of Duty geleerd. Nee. Nee. Ik denk dat we de video maar moeten afsluiten. Ja. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. Hij was niet snap echt. Niet waarom. Ja, nou, hij was best leuk van leuk. Ik op internet gaan kijken. Ja, ik had zoveel lol. Ik verlink je niet door naar porno-sites of zo, maar... Maar bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden. Komt nu in beeld. Druk daarop. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later. Hater.